Mijn gast is een Haagse Hollywoodster. Gisteravond zat hij nog in Londen bij de première van Black Adam. En vandaag zit hij hier aan de desk bij White Aryan. Ook vet. Hij schittert naast de grootste sterren in de coolste films. You're a child. An infant. Vind je me aantrekkelijk, is dat het? You shouldn't have done that. No. Steal an apple and you're a thief. Steal a kingdom and you're a statesman. Ja, we zagen hem in The Old Guard, Instinct, Murder on the Orient Express, Aladdin en meer fragmenten konden we helaas niet betalen. Laat je horen voor Marwan Kenzari! Wat leuk dat je er bent. Ja, dank dat ik er mag zijn. Zeker. Hoe gaat het met je? Goed. Nou, dan hebben we dat afgehandeld. Ja. Jij komt rechtstreeks uit Londen, geloof ik, vanmiddag, toch? Ja. Gisteren de première van Black Adam. Ja. Hoe was de première? Een of was de grootste. En het is altijd op Leicester Square. En dat is ontzettend veel fans. Sowieso heeft het onderwerp van deze film... heeft überhaupt een hele trouwe fanbase. Ja, het is van DC Comics, toch? Ja. Het is echt zo'n precies. Superhelden wereld. Ja. Dus het was enerverend. Iedereen was er. Het was gezellig. De vertoning van de film ging goed. Dus ik was blij dat ik er mocht zijn. Wat leuk. Ja, we hebben een foto van de première. En die matcht niet helemaal met hoe chill jij nu bent. Want ik zie daar jou staan met The Rock, toch? Ja. Dwayne Johnson, Pierce Brosnan. Ja. Aldous Hodge staat daar. Ja. Noah Centineo. En dit is gewoon gisteravond. Ja. En nu zit je hier in ons grappige VPRO-studiootje. Exact dat, ja. Ja. Iets over Black Adam. We hebben ook een stukje van de trailer. Ja. Zullen we die gewoon gaan kijken? En daarna heb ik daar wel een vraag over. Dat is goed. Laten we even kijken. Een stukje van de trailer My van Black vision Adam. Has shown me the world in flames. The battle you're meant to fight is upon us. Heroes don't kill people. Well, I do. Here we go. Ja, je hebt een grote rol, maar ik heb je niet gezien. Weet je zeker dat je de eindmontage hebt gehaald? Dat weet je nooit, zeg. Nee, dat weet je nooit. Nee, ik heb ook niet gezegd dat ik een grote rol heb. Dat nee, oké. Okay. Maar het is... is wel... Je stond op de rode loper met 5 heel beroemde. Dus dat is mijn interpretatie. Ja, nou ja, ik mocht meedoen en daar ben ik heel blij mee. Maar ja. Waarom ze zo'n trailer en hoe ze die snijden... dat is überhaupt een hele aparte wereld. Ik wil het ook niet recht praten. Maar ze hebben wel hun redenen waarom ze mij in ieder geval... daar waar ze me erin hadden kunnen... plaatsen eruit gehaald. En dat, het heeft wel. Het is een spoilergevoelige rol, laat ik het zo zeggen. Ah, dat is het. Oké, okay, we gaan straks hebben een afterparty hier. Gaan we speculeren erover. wat kun je inhoudelijk vertellen over de film? Wat is het verhaal? Nou, zoals je het dus al zei, het is DC Comics. Dus het is de wereld van een aantal hele bekende helden. Zoals Wonder Woman, Batman, Superman. En het is een complex verhaal. Heb je de tijd om... Maar doe een poging. Nou ja, de film speelt zich af in een fictieve stad. Kandaak. Mm-hmm. In een fictief land, moet ik zeggen. We volgen een jonge vrouw. Een verzetsstrijder tegen het regerend regime in het land. De regering van dit land graaft eigenlijk koortsachtig naar een heel machtig en belangrijk soort product. En dat heet Eternium. Mm-hmm. En... wordt echt heel lang. Ja. Nou, ik zou het proberen in 2 zinnen samen te vatten. Yeah. Dwayne Johnson speelt Black Adam. Dat is eigenlijk een vroegere slaaf, 5000 jaar geleden, die weer tot leven wordt gewekt in het nu. Wauw. Door de zoektocht naar een kroon gemaakt van Eternium. Ja. En dan heb ik eigenlijk nog echt heel veel weggelaten. Ja, dat geloof ik. Ik hoop 2 uur aan film dat je hebt weggelaten. Ja. Je hebt heel veel Nederlandse films gedaan. De Wolf en de Oost en dat soort dingen. Heb je ook grote verschillen gemerkt met hoe die Amerikaanse filmsets zijn? Dus niet zozeer met de mensen werken, maar ook gewoon verschillen in de logistiek en dat soort dingen? Nou, in de kern niet, omdat film maken is gewoon... het is een mooi proces, omdat het is allemaal zoeken. De ochtend dat je die paar scènes gaat doen, bestaan die scènes nog niet. Althans, alleen op papier misschien, maar...
Dus het proces is in feite hetzelfde. Alleen, er zijn wel andere budgetten. En er zijn mensen met 40 jaar ervaring. En dus het is en het kan allemaal. En de constructie, dus eigenlijk het is een andere spier die gebruikt wordt om tot die scènes te komen. Ja. Maar in feite is het gewoon uiteindelijk een zoektocht naar het verhaal dat je wil vertellen. Ja. Zijn we jou voorgoed kwijt aan Hollywood of kom je nog in Nederland ook dingen doen? Ik beslis helemaal niets. Nee, je moet nu beslissen. Nee, ik bedoel te zeggen, ik heb geen idee. Ik mag meedoen aan deze films en... Ik ben blij dat ik mag meedoen, maar als dat een Nederlandse film is, ben ik net zo blij. Maar... Ja, maar je bent zo'n bescheiden man. Ja, dat is allemaal fake. Ja. Geloof ik meteen. En een goede acteur, blijkbaar. Kun je iets zeggen over films of projecten die eraan komen? Ja, nou, we hebben net het vervolg gedraaid op The Old Guard, een film voor Netflix. Met Charlize Theron in de hoofdrol. En onder andere Matthias Schoenaerts en Luca Marinelli en Chiwetel Ejiofor. En dit keer ook in deel 2 Uma Thurman en Henry Golding. Dus een enorme, fantastische, veelzijdige cast van hardwerkende makers. En dat resulteert in allerlei blauwe plekken en blessures. En een schouder uit de kom en een duim. Want die zijn zo gedisciplineerd dat ze je naar de grond mappen als je iets fout doet. Hoe komen deze verwondingen ineens in dit verhaal? Ja, omdat je soms echt hun rol zo serieus nemen dat ze de fysieke objecten vergeten of de zwaartekracht? Nee, omdat het gewoon... Ja, je draait 80 draaidagen van 12 uur per dag en soms stoot je je knie. En dan gewoon doorbeuken. Ja. Ja. Wauw. Ja. Nou, wat te gek. Sta je wel stil bij alle vette dingen dat je denkt... Wat gebeurt mij? Wat doe ik hier? Of neem je het allemaal een beetje voor granted? Nou ja, ik vul het heel erg in, hoor ik. Nee, ja. Nee, ik denk dat ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet allemaal bijzonder is. Maar ik heb ook Remco Kampert een keer mogen ontmoeten in het Vondelpark. Dat vond ik... Dat is ook leuk. Dat is misschien wel mijn hoogtepunt op het gebied van Starstruck zijn. Fuck you, Charlize Theron. Nee. No, I was kidding. He's making a joke. I'm a big fan. Please come to the show. Oké. Okay. Nou, ik ben super benieuwd naar de film, Black Adam. Ik heb hem nog niet gezien. Ik mocht hem niet zien. Jullie waren heel streng. Dus ik ben super benieuwd. Ik ga zeker kijken. En heel veel succes met alle toekomstige projecten. Dankjewel. Dankjewel. Marwan Kenzari. En jullie bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Doei. Oké, gefeliciteerd. Je hebt zojuist een geheime wereld geunlocked. Ga naar nporstart.nl en zoek op geheugenmemory. Dat is een geheim spel waarbij ik nogal ongemakkelijke vragen stel aan de gasten. Oh shit, daar komt iemand aan. Dat was heel slecht geacteerd. Hou het onder ons, NPO Start, geheugenmemory. Oh, daar komt-ie.